paarden komen aan u voorbij met nu ook mispassen voor de drie Oyster Newport. Drie galop. En de paarden hebben nog een 1 ronde te gaan. Met Kloekloek aan de leiding voor de helft. Majestuoso Mac. Daarachter zien we Osaka Flevo. Nu ook een galopade voor paard nummer 4, Noble. En daardoor kan de naar de vierde plaats opschuiven. Uitgeschakeld nummer 4 galop. Paard nummer 9, Nibali Tsarda. Die wordt daar slim gevolgd door Jannes van der Putten met zijn Luciano JP. Met daarachter Janeiro de Mont en ook een Mint Newport. En de leiding is er voor Kloekloek. En Dennis Minama die gaat het tempo flink verhogen met zijn favoriet. Buitenkant is er voor Majestuoso Mac. En ook Tom Kooijman zoekt straks naar ruimte met zijn Osaka Flevo, voordat hij straks wordt achterhaald door de paarden erachter. Luciano Lepe en Nibali Tsarda. En ook Janeiro de Mont, die gaat op dit moment nog goed mee in de eindstrijd. En de paarden gaan straks de laatste bocht in. Met nog steeds Dennis Minema in het vizier met zijn Kloekloek. Maar de druk wordt serieus. Uitgeschakeld 10-10 galop. Met voor Majestuoso Mac. En nu komt ook de vrije Osaka Flevo. Frans van der Blonk schuift binnendoor op met zijn Nibali Tsarda. En Dennis Minema die gaat de eindsprint inzetten met Kloekloek. Buitenkant is er voor Majestuoso Mac. Die zit hem de hele weg al op zijn lijf met paard nummer 11. En buitenkant nu ook voor Luciano Lopé en Janeiro de Mont. We gaan een fantastische eindstrijd krijgen hier op Emmeloord. Maar het is nog altijd Kloekloek die zich weert. Kloekloek weert zich voor Majestuoso Mac. Daar komt ook Tom Kooijman met zijn Osaka Flevo. Het gaat op haren en snaren. Kloekloek heeft nog steeds voordeel. Heeft een wielvoordeel. Daar komt de laatste. De poging van Majestuoso Mac. Maar het is toch de 2. Kloekloek wint voor de 11. Majestuoso Mac. En daarachter derde Janeiro de Mont. En dat is voorlopig 2-11-7. En de winnaar die is op het moment officieel van koers 3. De Marco Woonadviseurs en Metacon Next Prijs. En dat is paard nummer 2. Kloekloek met Dennis Minema. Kloekloek is een 4-jarige vosruim van Orlando Vici uit Vignette. Gefokt in Frankrijk in eigendom van de familie Zwiers. Trainer Bas Krebas en winnende rijder Dennis Minema. Die op het moment de bloemen overhandigd krijgt van Gerrit Steenge. En ook er is een bloempakket voor de eigenaren familie Zwiers. Na een mooie zege van Kloekloek, Dennis, gefeliciteerd. Dit is wel een vechter. Ja, het is wel een vechter, ja. Maar ja, dit gaat natuurlijk even onder zijn speed. En op Wolfgang moest hij wat harder rijden in de kwalificaties. Ja, dan is hij wat makkelijker. En nu kon ik mooi mijn eigen tempo een beetje rijden. John die zat er wel naast een beetje te duwen. Maar hij valt goed mee en hij ging goed door. Zag er super uit. En ook die bandenstart deed hij heel makkelijk. Ja, ik een enorm hard bandenstart. Want dat deed hij in Wolfgang ook. En ja, die andere zijn allemaal beginners. Dus die andere lopen niet zo hard weg. En deze was het al gewend. Dus hij draait om en hij is weg. Super, dat heeft wat mogelijkheden richting Frankrijk, ook voor de grasbanen daar. Moet hij eerst tot de kwalificatie halen, dat heeft hij nog niet gedaan. Dus, maar op de grasbanen komt hij zeker wel tot zijn recht, op gras, Frankrijk ook denk ik. Super Dennis, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie zegen voor Kloekloek. En er wordt nog even een foto's gemaakt ook met de winnende eigenaren. Die natuurlijk ook nog even naast het paard moeten poseren. Winnen, dat is het iets speciaals. En zeker ook op de grasbaan van Emmeloord. Met ook de trainer Bas Krebas bij de paarden. En dan gaan we Dennis Minema herenigen met zijn winnaar. Weer een favoriet die zijn taken volbracht. Dames en heren, geef ze een applaus in de Marco Woonadviseurs Metacon Next Prijs. De 2 Kloekloek en Dennis Minema. So